is in een wereld waar technologie steeds toegankelijker is, steeds meer toegepast, steeds meer in de regels van de maatschappij zit, dat er een mediabewust publiek is die die media kan gebruiken en mediakritische makers die op dit moment actief vorm aan het geven zijn aan die digitale netwerkmaatschappij. En die twee groepen proberen wij in events zoals deze te besturen, zodat wij uiteindelijk aankomen naar de mediakritische maatschappij waar burgers niet meteen uit het veld geslagen zijn als ze een Twitterbericht voorbij zien komen en waar makers mooie dingen kunnen maken. Dat, en daar ook over nadenken. Dus dat doen wij. Dus nu een paar voorbeelden van events zoals workshops, lezingen, exposities, hoe we dat doen. Dit is de Me and My Sleep app avond was dit. Het ging een avond over smartphone applicaties die je slaappatroon plachten te meten. Nou, het idee is, je legt je smartphone in je bed. De telefoon weet, de technologie weet op magische wijze hoe je hoe het dan draait. Dan maakt je, als je minder slaapt, wakker. Nou ja, dat is dus de technologische belofte. Maar hoe werkt dat nou echt? Dus hadden we een avond, was er een professor van de Universiteit Utrecht. Die vertelde over slaaponderzoek, wat daar state of the art van is. En een ingenieur die die applicaties bouwt. Wat voor sensoren er nou in zitten en wat hij nou echt meet als die in je bed ligt. Nou, dat was deel 1 van de avond, maar je ziet al de zakjes op de achtergrond staan. Een aantal mensen waren gelukkig dat ze daar een badjas en een tandenborst uit kregen. En dan mochten ze met z'n allen in een beddenwinkel op de hoek, mochten ze een nachtje bij Zetten logeren. Hadden ze allemaal een smartphone, konden ze in hun bed leggen en konden ze live testen hoe het nou is om met de technologie naar bed te gaan. Nou ja, en dan de volgende dag kwam de professor van de universiteit kwam weer terug en onder het genot van een kopje koffie analyseerde hij de data die in de nacht was verzameld. Dus zo proberen we eigenlijk op een laagdrempelige praktische manier die technologische vloedgolf die dan of die wij denken dat over de maatschappij komt, om die inzichtelijk en tastbaar te maken voor mensen. Voor, nou ja, dit is een andere avond, data op het doek. Dat gaat over datavisualisaties. We zagen ze ook in de vorige filmpjes voorbij komen, die, alle tweets van die over koffie gaan, met puntjes gevisualiseerd, of lijntjes met kleurtjes, hoe je een boek kan visualiseren. Nou ja, wat wij zeggen is, dat soort de media komen op ons af. En we weten heel goed van reclames en van films en andere media, dat zij gemaakt worden door mensen en wat dan de cinematografische trucs van de makers zijn om ons te verleiden. Maar van datavisualisaties weten we dat, want het staat er gewoon maar een avond in de bioscoop gaan zitten waarin wij dan de mooiste datavisualisaties hebben uitgezocht. En dan gaan we daar staan kijken. Dan hadden we een stemtool hadden we daarnaast ontwikkeld. Dat mensen op een smartphone tijdens de avond konden zo stemmen op de datavisualisaties en die data die verzameld was, werd dan ook weer gevisualiseerd op de avond. Dus, nou ja, dus zo proberen wij dat die kritische leren kijken naar data. En als dat steeds meer te zien is, proberen we dan toegankelijk te maken. Nou ja, dit was op Festival de Beschaving, hadden we het Quantified Festival hadden we gedaan vanuit ons jaarlijkse thema The Black Box, waar we dan proberen algoritmes en die de maatschappij, of die steeds meer invloed heeft op maatschappelijke processen, op een luchtige manier inzichtelijk te maken. Hier kon je dan een biometrische stem van jezelf maken en dan kreeg je een QR-code waar je dan een personage op zat. We hadden tracking koekjes hadden we gemaakt. Dat zijn Luvekaders waar dan een QR-code ingelezen, scand is en iedereen krijgt dan 3 van die koekjes. En als je je enlightened voelde of als je excited voelde, kon je het koekje scannen met je telefoon en dat werd dan geüpload. En dan stond er op het festival zo'n kaart van een soort van emotie map van waar mensen zich op dat moment zo voelen. Nou ja, dus zo proberen wij voor wat ik hopelijk in een sneltreinvaart te plaatsen zien hoe wij die technologische ontwikkeling die steeds grotere mate aanwezigheid in de samenleving is op een luchtige manier, praktische manier toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dus dat is dus een van onze doelgroepen is dat. Maar we vergeten ook de makerskern niet. Want aan de ene kant hebben we die makers die actief vorm aan het geven zijn aan die netwerkmaatschappij. Die proberen we in die events door te sluizen naar het publiek. Maar ook met dit soort avonden over, dat is dan de API Skills Swap, waarin we dan een avond met makers gaan kijken naar API's of Application Programming Interfaces, zoals het niet programmeurs heet. Hoe werken die dingen nou? Wat kan je ermee? Dus dat zijn meestal laagdrempelige workshops waar zij bij elkaar komen, kennis uitdelen. En vanuit daar stroomt het weer door naar de publieks events. Dus dat zijn onze twee main doelgroepen. De
de makers en de lovers, zoals wij ze dan noemen. Het publiek dat al een beetje affiniteit heeft met technologie en die op die events afkomt. Daar hebben we ook nog stiekem een derde doelgroep, die we noemen. Dat zijn de co-operators. Want wat wij doen in onze events is dat wij die maatschappelijke verandering onder invloed van digitale cultuur inzichtelijk maken en tastbaar maken en begrijpbaar maken voor niet voor iets meer voor leken. Dat is ook iets waar bijvoorbeeld ambtenaren die invulling moeten geven aan een traject als burgerparticipatie, die daar niet mee bezig zijn, die heel goed briefwerk kunnen drukken, die enveloppen kunnen plakken, die drukwerk kunnen controleren op fouten, maar die website of hoe je daar het gesprek aan gaat met zo'n ontwikkelaar, dat proces, dat lukt ze nog niet erg. Daar hebben ze aan de, weten ze niet zo veel van en die vocabulaire missen. Dus daar proberen wij met dit soort sessies, dat is dan een opdracht van de gemeente Utrecht, en die vraagt dan ons van, doe een gamestorm over burgerparticipatie. Dan hebben wij gameontwikkelaars of andere die makers weer, die bij onze skills opstand komen, die injecteren we dan in dit soort organisaties. En dit is volgens mij bij de Rijksoverheid gaan ze nadenken over speelse concepten binnen het ambtelijk apparaat, hoe je bestuurlijke dingen iets speelser kan maken. Nee. En zo hebben we een aantal producten of aantal diensten proberen wij die culturele events proberen we dan voor een ander publiek toe te maken. Dus dat is een beetje wat wij gedaan hebben. Dit komt eraan, oktober, november, de nieuwe aesthetic, de wereld gezien door de ogen van de computer. Dus komt al, dus aan, nu doen we het van vreugde. Dus dat is een beetje ook hoe wij werken. Dus dat is aan de ene kant lijkt het alsof we allemaal losse events doen, die maar watchcodes uit de grond zetten, maar wij hebben wel een soort van themalijnen die we jaarlijks uitzetten. Zoals ik al zei, dit jaar kijken we naar de black box. Algoritmes die steeds meer beslissingen nemen in de maatschappij. Sky Radio is al lang geen DJ meer, maar een algoritme die de muziek aanzet. De beurs wordt ook niet meer gereguleerd door echte handelaar, maar dat zijn ook algoritmes. Wie maakt die algoritmes en hoe geven ze vorm aan de maatschappij? Dat is ook waar dat hele nieuwe stellingblok voor ons over gaat. Proberen we die black box van algoritmes open te maken en kijken wat er uitkomt. Aan de andere kant kijken we naar like in die internetcultuur. Media-eigenwijsheid, dat zijn onze drie thema's van het jaar. En daarnaast hebben we altijd stiekem het vierde thema. There's an empty space left for you. Gewoon voor dat wij een soort van open netwerkpodium proberen te zijn, waar we ook dit soort dingen als de Haren Hackathon, wat Twitter-onderzoekers zijn van de Universiteit Utrecht, die plek willen hebben om alle Twitter-data van wat de afgelopen week in Haren is gebeurd, met elkaar te onderzoeken en of je een soort van leiders op Twitter kan aanwijzen en wat is er nou gebeurd. We hebben ook een klop op ons event waar mensen zelf events kunnen proposen. Dus we proberen zo open mogelijk te zijn in hoe onze events tot stand komen. Niet dat wij alles zelf bepalen, maar wij willen juist de gemeenschap de kans geven om met ons samen te onderzoeken hoe die maatschappij eruit komt zien. Een nieuwe media maatschappij die al onder ons is. Maar ja. Dankjewel, Jelle. En dat is niet niks wat jullie allemaal doen. Ja. Is jullie zijn vrij lokaal gericht, echt op Utrecht en de omgeving? Of moet ik dat, zijn er ook onderdelen landen? Ja, we waren in Enschede begonnen tot laatst, maar we zijn in 2010 begonnen. Dus ons netwerk en ons bereik ligt nog wel heel erg in de lokale stad. We hadden eerst gezegd, eerst 2 jaar doen we Utrecht, daarna gaan we naar Nederland. Then we take Manhattan. First we take Manhattan, then we take Manhattan. Het is, als je kijkt naar jullie activiteiten, dat is, je had vroeger als je in Nederland had je van die digitale trapveldjes, hè, waar bewoners die konden daar ICT-skills leren. En dit is eigenlijk een vorm van mediawijsheid, maar dan 3.0. Het gaat niet meer zozeer om voor te lichten hoe mensen naar media kijken, maar vooral om het te begrijpen. Ja, onder wat ik zei, het is niet meer weg te denken. En, we kunnen wel op de grond in een steen zitten en zeggen, Facebook is er niet, maar je zal ermee moeten dealen. En we proberen juist, ja, wat jij zegt, die mediabewuste burger en die mediakritische maker van de toekomst bij ons te maken. Dus daar of ons steentje aan bijdragen. Ja, en doen jullie dat allemaal op vrijwillige basis? Of de gemeente en de provincie Utrecht die
sponsoren ons, die steunen ons van harte. Dus, en daarnaast houden we voor projectsubsidies, houden we dan bijvoorbeeld zo'n media-eigenwijsheidlijn, dat ligt ook bij een deel bij Fonds Cultuurparticipatie, waar we dan vormen van digitale cultuurparticipatie voor hun proberen te onderzoeken. En daarnaast die opdrachtenlijn is natuurlijk ook waar wij gewoon financiering uit krijgen. Maar eigenlijk, als je kijkt naar wat jullie doen, en je zegt van dit is goed, hè, en je bent een doelgroep, dan wil je zoiets in elke stad hebben, of de G27 in Nederland. Ja, wat wij een soort gekscherend hadden gezegd, over 10 jaar bestaat zit het niet meer. Dus dan is die kennis die wij hebben, is bij zoveel organisaties doorgedrongen, tot er bij overal wel een soort van setup-achtige netwerk die digitale cultuur kan injecteren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus, maar ja, hopelijk gaan meer mensen dit doen. Ja. En je zei nog iets anders, hè? Jullie geven training aan bijvoorbeeld ambtenaren of anderen, dat is ook nodig. Hè? In Nederland, elk ICT-project kost 3 keer zoveel, duurt 3 keer zo lang en levert de helft op. Dus als daar iets aan kan verbeterd worden, dan bespaar je behoorlijk wat. Betekent dat ook dat jullie voor de toekomst kijken naar een financieringsmodel waar je dat soort organisaties laat betalen en waarmee je publieksactiviteiten... Dat doen ze niet al, deels. Want op die commerciële, als wij voor de gemeente Utrecht zo'n gamestorm organiseren, pas wel lang gaan, dan krijgen we er gewoon voor betaald. En een deel vloeit dan weer terug naar de culturele activiteiten, om dat te blijven ontwikkelen. Alleen de structurele baat, het is nog geen 10-jarig plan, laat ik het zo zeggen. Het is op incidentele basis, word je daarvoor gevraagd. En wat zou jij zeggen tegen het Fonds voor de Creatieve Industrie? Als ze iets willen ontwerpen voor dit soort medialabs, die toch van een publieke functie hebben, waar zou jij naar op zoek zijn? Aan de ene kant zijn de programmalijnen, dat we zoals al werken met die programmalijnen die we in 2012 hebben uitgevoerd, in 2013 hebben we ook zo'n 3 thema's die we graag gerealiseerd willen zien. En daarnaast is de vraag ook, het gaat heel erg over research en development. En hoe erg dat aan de research en development kant zit van programmeurs. Of het echt ontwikkelen van de hardware. Maar wij zitten natuurlijk iets verder opgeschoven. Dat wij meer maatschappelijke processen onderzoeken. Of misschien meer kijken hoe dat landt. In plaats van dat je alleen maar ontwikkelt een app en dat gaan we de wereld inzetten. Zitten wij meer op het gebied van cultuurtransformatie in plaats van... Dus het is juist meer in de keten van het publieksbereik. Dus dat je laagdrempelige events organiseert om op die manier zeg maar een publiek te onderwijzen, misschien soms wel, maar ook. Daar zit natuurlijk ook een research and development component zit daaraan, hoe je dat articuleert en hoe je dat toepasbaar maakt. Dus de eerste keer zou je het ook niet alleen op publieksbereik kunnen. Nee, maar goed, er zijn natuurlijk verschillende, wat Martijn ook al zei, verschillende doelstellingen. Mm-hmm. En het is natuurlijk goed om een soort combinatie te vinden van die doelstellingen, maar het wil natuurlijk niet zeggen dat alleen maar research and development heilig is. Nee, maar het is meer mijn, waar ligt het onderzoek zich dan op? Wat is jullie main doel? Want het is de meeste labs die hier ook hebben, die richten ook meer op de kunstkant. En wij zitten ook meer op de cultuurkant qua onze output. Dus dat is ook een vraag hoe jullie daarin... Wij onderzoeken hoe cultuur zich transponeert in plaats van hoe je kunst kan maken. Wat dan effect heeft op cultuur. Hoe je wat daarin... Martijn? Ja, nee. Dat klopt. Eigenlijk zijn we bij het ontwikkelen denken we steeds meer in ketens. Doelstellingen, breed publiek tot en met professionals. Maar ook binnen dat onderzoek. Daar heb je eigenlijk ook een heel veld van autonoom onderzoek tot en met toegepast onderzoek. En ik denk dat daarin het veld ook op de juiste manier gerepresenteerd moet worden. Het is wel, en dat was ook bij een aantal andere presentaties, de vraag van, ja, binnen welk domein valt het? Is het van beeldende kunst of is het e-cultuur? Daar proberen wij niet te krampachtig in te zijn. Dan proberen we ook juist dat er geen... spagaten of kloof ontstaan tussen die verschillende fondsen. Maar op jouw vraag van onderzoek dat zich ook richt of juist een breed publiek daarbij betrekt. Ik denk dat jullie daar, gezien wat we vandaag gezien hebben, daar weer aanvullend zijn op aanvullend zijn qua positie.
En ook als ik die vijf doelstellingen in mijn achterhoofd heb, dan denk ik, ja, jullie noemen het nu dat we een cursus geven aan die ambtenaren. Beleidstechnisch zou ik daar alweer formuleren als eigenlijk wat je wil is het bevorderen van goed opdrachtgeverschap. En in dit geval heeft dat geen... Nee, ja, op die manier kan je er ook over nadenken. En in dit geval blijkt dat dat zelfvoorzienend is, dus dat is heel goed. Maar aan dat soort termen, daar is het voor vandaag op de presentatie, dat dit zijn de termen. Dankzij die presentaties krijg je er ook de invulling van wat zo'n holle beleidsterm kan zijn. Dus dat is heel fijn. Ja, het is in zozeer zelfvoorzienend dat die mensen hier nog van die culturele dingen naar ons komen, maar het is niet dat wij met ons rustzakje de wereld in. Dat is natuurlijk wel onze ambitie dat wij dat kunnen gaan doen, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat de tijd die wij ons gegeven is om dit te doen, dat we daar nog geen invulling aan hebben kunnen geven. Nou, dank u wel. Nou.